Televizier Magazine, de eerste aflevering van de 13e jaargang. Dames en heren, goedenavond. De dood van Anwar el-Sadat. Vanmiddag werd de Egyptische president het slachtoffer van een moordaanslag. Voor wij u berichten over de gebeurtenissen in Egypte, vragen wij uw aandacht voor de ramp die ons eigen land getroffen heeft. Het vliegtuigongeluk bij Moerdijk dat aan 17 mensen het leven heeft gekost. Daarover nu eerst een bijdrage van onze collega's van het NOS Journaal. De verongelukte Fokker Fellowship, die om 16:15 bij Moerdijk neerstortte, was bezig aan een vlucht van Rotterdam via Eindhoven naar de West-Duitse havenstad Hamburg. De F-28 vertrok om 16:55 vanmiddag van de Rotterdamse luchthaven 16. Het toestel had om 17:30 in Eindhoven moeten aankomen, maar kwam een kwartier daarvoor boven het industrieterrein bij Moerdijk in de problemen. Omdat de eindbestemming van het toestel Hamburg was, wordt aangenomen dat zich voor het merendeel Duitse passagiers onder de slachtoffers bevinden. Dit is het industrieterrein bij Moerdijk vanavond. Over vele honderden meters liggen de brokstukken van de Fellowship verspreid. Volgens ooggetuigen en ook de Rijkspolitie werd het toestel tijdens zwaar weer getroffen door de bliksem. Na een ontploffing brak één vleugel van het vliegtuig af. Die viel in een zijhaven van het Hollands Diep. De rest van het vliegtuig stortte tollend neer en boorde zich in het taluut van een spoorlijn die rond het industrieterrein Moerdijk loopt. Daar deed zich opnieuw een ontploffing voor. De hulpverlening kwam in korte tijd op gang. Spoedig waren zo'n 100 man Rijks- en gemeentepolitie, brandweer en ambulancediensten op de plaats van de ramp. Het ongeluk gebeurde op enkele honderden meters van de vestigingen van Shell en van Uniser. Volgens een woordvoerder van de Rijkspolitie is Moerdijk en omgeving ontsnapt aan een ontzaglijke ramp. Het terrein waar de Fellowship terecht is gekomen is door de politie volledig afgezet. Onze verslaggever Hugo van Rijn sprak op de plaats van het ongeluk met een ooggetuige, de heer Van Luik, directeur van een bedrijf op het industrieterrein bij Moerdijk. Ja, slecht weer is het hier ook nog altijd in Moerdijk. Dat slechte weer is er mede de oorzaak van dat de autoriteiten alle werkzaamheden rond de wrakstukken, rond wat over is gebleven van de neergestorte F-28 Fellowship, aan het begin van de avond hebben stopgezet. Stopgezet tot morgenochtend. Dan pas kan bij daglicht verder worden gewerkt aan het speuren naar de oorzaak. Een van de ooggetuigen van de ramp vanmiddag staat hier naast mij, de heer Van Luik. Hij heeft een fabriek in chemicaliën vlakbij het industrieterrein. U heeft het allemaal zien gebeuren. Kunt u het kort beschrijven? Om te beginnen, wat voor weer was het op het moment dat het gebeurde? Het was ongelooflijk noodweer. Waarbij tijdens enorme windstoten wij het kantoor uitgevlucht zijn, omdat we in de verte in de richting boven Shell een enorme windhoos waarnamen. Dat was dus boven het Hollands Diep? Hollands Diep, ja, in dat gebied. En toen ineens zag u het vliegtuig? Ja, we zijn naar buiten gevlucht. We hebben die windhoos bekeken in alle angst. En toen, tijdens onweer en een heleboel donderslagen, zagen wij in de verte een vliegtuig aankomen. En ongewild ga je dan staan kijken. En dat vliegtuig, dat bezat nog maar één vleugel. Dus we zagen dat ding op ons aankomen uit de richting van Dordrecht. Weinig van te vertellen. Het enige wat ik kan vertellen is één vleugel. En het vliegtuig draaide rond op dat moment? Het draaide langzaam rond met die ene vleugel als een vleugellam vogeltje.
We dachten, nou, hij komt op ons terrein neer, stilstaan. We konden niks meer doen. En hij vloog misschien op 50, 60 meter hoogte over het bedrijf heen. Een 150, 200 meter verder in een taluut van een spoorweg. En op dat moment dat hij neerstortte? Een enorme vuurbal. Toen het vliegtuig overkwam, geen vuur, niks, geen rook. Het was volledig intact, behalve dan die ene vleugel. En toen het neerstortte, was één grote explosie. Waarbij een enorme vuurbal zich openbaarde. En waarbij het toestel inderdaad in miljoenen stukken versplinterde. Ja, ja, ja. We zijn, voor zover het mogelijk was, er direct heen geschoten om te redden wat er nog te redden viel. Maar er was niks meer te redden. Het was één grote puinhoop, stof. In die grote puinhoop, inderdaad. In die grote puinhoop moeten dus de autoriteiten morgenochtend aan het werk. Om te beginnen om te zoeken naar de zogeheten zwarte doos. De doos met de vluchtgegevens. Die misschien iets meer kan vertellen omtrent wat er in die lucht, in de lucht boven Moerdijk, in dat noodweer vanmiddag is gebeurd. Tot zover voor dit moment, Moerdijk. Zojuist horen we dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk toch nog vanavond zal beginnen. Voor meer informatie hierover terug naar de collega's van Televizier Magazine. En wij hopen u uiteraard in de loop van deze uitzending die informatie te kunnen verschaffen. Tot zover in ieder geval de bijdrage van het NOS-journaal aan Televizier op dit ogenblik. Ook onze eigen verslaggever is ter plaatse. Dat is Marcel de Groot en hij sprak op een persconferentie met diverse woordvoerders van de Rijkspolitie. 4:15 vanavond hier aan het bureau in Zevenbergen een eerste melding gekregen dat er een straaljager zou zijn neergestort. Kort erop kwam er een tweede melding dat het zou gaan om een militair passagiersvliegtuig. En nog een paar minuten later bleek dat het de melding was dat er een KLM-passagiersvliegtuig was neergestort. Ter hoogte van het industrieterrein Moerdijk. Daarop is door de groep hier in Zevenberg van de adjudant een aantal wagens ter plaatse gegaan. Ogenblikkelijk is de GGNGD is gealarmeerd, de brandweer is ter plaatse gegaan. Het bleek daar een enorme ravage te zijn en om kort te zeggen van dat zoekacties die daar ogenblikkelijk zijn gehouden de kans op overlevenden volledig hebben uitgesloten. Waar gaat het om? Het gaat om een Fokker F-28 Fellowship. Die is om 5:05 vanaf de Rotterdamse luchthaven 16 vertrokken voor een vlucht naar Eindhoven. En na Eindhoven zou nog Hamburg worden aangedaan. Volgens de opgave die wij nu binnen hebben, blijken er in het toestel aanwezig te zijn geweest 4 bemanningsleden, 2 vliegers plus 2 stewardessen en 13 passagiers. De oorzaak, misschien dat de adjudant daar iets over kan vertellen. Ja. Nou, het volgende, volgens enkele ooggetuigen die wij dus aan het bureau gekregen hebben, die wij gehoord hebben, is het toestel in een onweersbui terechtgekomen die op dat moment boven het industrie- en havenschap hing. Volgens de ooggetuigen is de bliksem op een van de vleugels ingeslagen waarop de vleugel is afgebroken en toestel naar beneden gewarreld is en op de grond uit elkaar is gespat, waarna dus daar weer een ontploffing heeft plaatsgevonden en de resten zijn door onze mensen die dus direct ter plaatse zijn gedirigeerd brandend aangetroffen. Dus enkele grote resten van het toestel zijn brandend aangetroffen. Mag ik het tussenvraagstellen? Is het toestel geheel naar beneden gekomen? Behalve de vleugel is in zijn geheel gaan warrelen naar beneden. En daar zijn 2 ontploffingen plaatsgevonden. Ja, ik mag wel zeggen dat eigenlijk het, de Shell Moerdijk, waarbij het ongeluk vlak heeft een halve kilometer. Dus je kunt wel stellen dat met name dit gebied, waarin dus wat chemie aanwezig is, met name ook het bedrijf Drisolco, alhoewel Unicer, Drisolco, dat dit gebied toch aan een ramp ontkomen is. Dat het toestel op een halve kilometer afstand van die raffinaderij, tenminste de chemische fabrieken van Shell, terecht is gekomen. Is er iets bekend om de technische oorzaak van de gebeurtenis? Nee, u heeft waarschijnlijk net van de adjudant gehoord dat hij dat ooggetuigen gezien hebben dat het toestel in de lucht vermoedelijk of door onweer of door een enorme rukwind, het was hier ontzettend slecht weer ten tijde van het ongeluk, dat het toestel dwarrelend naar beneden is gekomen, dat men ook een vleugel heeft verloren of heeft zien gaan. En dat is voorlopig de zaak. Er is geen contact met de toren geweest? Er is, voor zover ik kan aangaan, geen contact meer met de toren geweest. Maar de Rijkspolitie ter water wat gezien? Daar heb ik iets van gehoord.
Die zijn ter plaatse gekomen, maar men heeft niet, als zodanig niets geconstateerd. Die zijn op aanraden van ons ter plaatse gegaan om eventueel die vleugel op te sporen. Die is in de haven van de Rode Vaart eigenlijk, is die terechtgekomen. Die ene vleugel? Die ene vleugel, ja. Dat noem je de Rode Vaart? Dat is de Rode Vaart, ja. Dat is dus de Moerdijkhaven gedeeltelijk. Bestaat geen twijfel aan dat alle slachtoffers onmiddellijk dood waren? Naar onze mening en de mensen die ter plaatse zijn gekomen, zijn alle slachtoffers wel op slagdood geweest. Zijn er resten gevonden? Er zijn resten gevonden. En waar worden die naartoe gebracht voor de identificatie? Mag ik even daar iets over zeggen? Wat betreft de zaak ter plaatse wordt de zaak geconsolideerd. Ja. Dat houdt in dat er wel wordt gewerkt door de technische recherche. Maar dat met name morgenochtend pas de zaak goed op gang komt bij daglicht. Gezien de weersomstandigheden. Ja. Maar ook gezien de informatie en de zaak dat wij daar gekeken hebben. Wat er is overgebleven van het toestel. Verslaggever Jan Scholtens is op dit ogenblik in Amstelveen op het hoofdkantoor van de KLM. Hij spreekt met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, de heer Van Vianen. Meneer Van Vianen, de F-28 vanavond is, dat is wel duidelijk, omgekomen in een hevig noodweer. Zijn er gevallen bekend dat blikseminslag voor een vliegtuig fataal werd? In de Nederlandse burgerluchtvaart zijn daar geen gevallen van bekend. Internationaal gesproken zijn er enkele gevallen bekend waarvan vermoed wordt dat zware onweer de oorzaak is. Jaren geleden, een jaar of 20 geleden, een Super Constellation, een geval daarvan is bekend boven Noord-Italië, die verongelukt zou zijn door inslag van de bliksem. Blikseminslag als zodanig is niks bijzonders, hè, bij een vliegtuig. Nee, dat komt vrijwel dagelijks voor over de wereld. En is op zichzelf ook geen kwestie waarbij een fataal ongeluk zou kunnen gebeuren. De inslag kan gebeuren, maar wordt afgeleid, en daarvoor is het ook ingericht, langs de romp van het vliegtuig naar welbekende staartjes die aan de vleugeluiteinden en de staartuiteinden te zien zijn. De hevige windstoten bij onweer zijn wel gevaarlijk? Die kunnen inderdaad gevaarlijk zijn. De windstoten, zowel horizontaal als verticaal, kunnen krachten ontwikkelen die het vliegtuig dermate in turbulentie meeslepen dat daar gevaar uit zou kunnen ontstaan. En daar zijn wel gevallen van bekend dat die fataal konden zijn? Er is een geval bekend waarvan inderdaad vermoed wordt dat dat zo is. In Japan een geval wat bij British Airways heeft gespeeld, waarbij een vliegtuig waarschijnlijk door hevige verticale luchtstromingen gedisintegreerd is. Nu krijgt de vlieger voor iedere start een up-to-date weerbericht mee. Hij heeft bovendien nog een weerradar aan boord. Kan hij niet met enig succes dit soort buien ontwijken? Dat is natuurlijk altijd de bedoeling. Hij krijgt, zoals u terecht zegt, zijn weergegevens mee, weet dus waar hij het zware weer kan verwachten en heeft daarnaast zowel de gegevens tegelijk beschikbaar van zijn weerradar als van visuele waarneming bij daglicht. En desondanks is het niet altijd te vermijden, maar normaliter gesproken wordt altijd het zware weer omzeild. Is die weerinformatie ook van die aard dat de vlieger weet wat er ongeveer te wachten staat, welke krachten hij kan verwachten in de windstoten? Nee, in de informatie zeker niet. De ervaring van een gezagvoerder vertelt hem in de meeste gevallen hoe zwaar het weer is. Dat moet hij kunnen aflezen van de weerradar. Maar niet altijd is dat inderdaad te registreren. Ondanks die radar is in ieder geval vanavond al toch kennelijk een vliegtuig in ontoelaatbaar noodweer terechtgekomen. Ik zal zeer zeker niet de twee zaken aan elkaar koppelen. Ik zal er absoluut geen uitspraak over doen. Het onderzoeksteam moet dat bepalen of dat zo is. Het enige wat we zeker weten is dat er noodweer in de omgeving daar is geweest. Dat ook de F-28 daar heeft gevlogen. Maar ik zou zeer zeker op dit moment de twee zaken niet aan elkaar willen koppelen. Belangrijk bij een onderzoek is altijd het vinden van de zwarte doos, de recorder waar de vluchtgegevens op staan. Staan daar ook gegevens op wat betreft het weer? In die zin dat de krachten die uitgeoefend worden op het vliegtuig inderdaad geregistreerd worden op de vluchtschrijver. Zou het niet beter zijn, meneer Van Vianen, omwille van de veiligheid, dat zeer slecht weer dan maar geheel gemeden wordt?
In alle gevallen wordt dat ook door de vliegers gedaan. Wanneer zij inderdaad dat registreren op hun weerradar, dan wel visueel, zullen ze zeker het slechte weer vermijden. Maar zoals ik zo even zei, niet altijd is dat vooraf voorspelbaar. Maar de kleinere onweersbuien registreren niet op de radar, maar daar is geen sprake van enig gevaar zelfs. Ik dank u zeer voor het gesprek.